De vlinderstand gaat achteruit. Dit voorjaar werd er maar liefst een kwart minder vlinders geteld. En dat komt door de hete zomers en de opwarming van de aarde. En verder in het nieuws vandaag, tarieven van veerponten reizen de pan uit. En Vierdaagse onderzoekt verband tussen wandelen en gezondheid. In Nederland is er sprake van een sterke afname van het aantal vlinders. Deskundigen maken zich zorgen, want dit voorjaar werd er maar liefst een kwart minder vlinders geteld dan vorig jaar. De droogte van vorige zomer wordt gezien als een mogelijke oorzaak van deze zorgwekkende achteruitgang. Ook in Maas en Waal gaat de vlinderstand achteruit. Insecten, waaronder vlinders, zijn opvallend afwezig in het buitenleven, terwijl ze juist in grote aantallen aanwezig zouden moeten zijn. Deze beestjes zijn belangrijk voor bestuiving en vormen een hulpbron voor telers. Het gebrek aan vlinders wordt ook opgemerkt door plantenkwekerijen. We hebben er aanmerkelijk minder als jaren ervoor. Want de laatste 30 jaar is het gewoon bergafwaarts gegaan met de vlinders. We hebben nu nog ongeveer, als we geluk hebben, nog 20% over van toen. Dus dat is niet echt veel. En het laatste jaar hebben we er ook weer 25% minder van dat jaar ervoor gehad. En dat komt door de hete zomers en de opwarming van de aarde. En daar helpen we eigenlijk allemaal wel een beetje aan mee. Deze plantenkwekerij wil dat we gezamenlijk de achteruitgang aanpakken. Een eerste stap is het planten van bloeiende bloemen, aangezien de vlinders zonder deze bloemen niet kunnen overleven. Deze verbena trekt heel veel vlinders. In elke tuin stikken de moord van de vlinders. Dit is ook een plant die heel veel vertakkingen maakt. Hij blijft het hele jaar doorbloeien. Vanaf mei tot oktober, november, met een zee van bloemen. En een hele makkelijke plant, mag ook niet in uw tuin ontbreken. Er staan hier tussen twee rijen vlinderstruiken. En de vlinderstruiken die houden van een zonnige plek veel zon. En de vlinders houden ook van veel zon. Wat nou als mensen geen grote tuin hebben, een kleine tuin of een balkon? Hoe kunnen ze vlinders... Ja, een balkon dan moet je in een voldoende grote pot neerzetten. Minimaal 10 liter. En dan doet hij het bijna net zo mooi als in de tuin met de mensen. Maar met alleen maar bloemen in je tuin planten ben je er nog niet. Nou, je moet rekening houden met onkruidbestrijdingsmiddelen en dergelijke. Als je zo min mogelijk onkruidbestrijdingsmiddelen of andere bestrijdingsmiddelen gebruikt... Je zou een paar brandnetels in de tuin kunnen zetten, want dat is een hele goede waardplant voor rupsen. Maar ja, mensen hebben een hekel aan rupsen, maar willen wel allemaal vlinders hebben. Dus hoe lossen we dat op? Vlinders eruit, rupsen erin, dat lukt niet. Dus je moet zuinig zijn op de rupsen. De kwekerij heeft een maand lang verschillende acties om mensen te stimuleren nectarrijke planten en bloemen te kopen. Met de hoop dat hun tuinen snel vlindervriendelijker worden. We moeten nu beginnen. Iedereen wil wel met vliegtuig mee, 3 keer per jaar op vakantie. En dat moet kunnen, zeggen ze dan. Oké, het moet kunnen, maar dan moet je wel aan de andere kant weer een extra boompje in de tuin zetten. De subsidiepot voor veerponten is leeg. Dat wordt vooral gemerkt door gebruikers van diverse veren in ons rivierengebied. De tarieven zijn inmiddels al flink verhoogd en deze zullen in de toekomst nog verder gaan stijgen. Velen vinden dat de overheid aan zet is om in te grijpen. Maar dat is lastig, zeker op plaatsen waar de pont tussen twee verschillende gemeentes pendelt. En dat wordt ook gemerkt op het Lexcusveer tussen Randwijk en Wageningen. Linda Zwart uit Randwijk maakt met haar kinderen dagelijks de overtocht naar de basisschool in Wageningen en weer terug. En die tochtjes lopen aardig in de papieren, zeker nu de tarieven door de gemeente verhoogd zijn. Dat is prijzig. We zijn met 2 fietsende kinderen ben ik ruim 1000 euro per jaar kwijt aan pontkosten. En als hij straks ook op de fiets gaat, dan zijn we nog meer kwijt. Het is nu voordeliger wanneer je met de auto de pont oprijdt. Met de auto zijn we goedkoper uit op de pont. Maar dat vind ik, dat wil ik niet. Ik vind het fijn om te fietsen. De kinderen worden fris en wakker ervan. Dus we kiezen toch voor de fiets. Maar het voelt soms wel een beetje stom als je in de regen staat en in de auto naast je. Ja, die betaalt dan een stuk minder. En dan staan wij daar op de fiets. Duurder uit. Maar goed, dat is ook een principe dingetje. De stichting Vrienden van de Veerponten wil dat de provincie ingrijpt.
Wij vinden dat het in ieder geval voor iedereen betaalbaar moet blijven, maar voorop natuurlijk voor de lokale bewoners en scholieren die elke dag van die pont gebruik moeten maken. Want we hebben het allemaal moeilijk, dus betaalbaarheid blijft ook een belangrijk punt voor de veerponten. Ik denk dat de gemeente Wageningen, die nu verantwoordelijk is voor het veer, in gesprek moet gaan met de gemeente Overbetuwe om te kijken of ze niet beide financieel dat kunnen oplossen en dat niet alle lasten bij ons als gezin komen. Woensdagmiddag in Elst is de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Overbetuwe officieel geïnstalleerd. De 11-jarige Kate Jansen nam hierbij het stokje over van Tijmen Wien, die de afgelopen jaar deze titel droeg. Kate zal tot de zomer van 2024 de kinderburgemeester van de Overbetuwe zijn en wordt hierin gesteund door burgemeester Hoytink Raubos. Van de stoeptegels die zijn ingezameld door operatie Steenbreek wordt momenteel een zogenaamd eco-ruïne gemaakt. Tijdens de Open Tuinendag op zondag 2 juli zal burgemeester Bruls de ruïne openen in Park West in Hees. Het bouwen van de eco-ruïne heeft in totaal 2 jaar geduurd en hij staat op de hoek van de Energieweg met de Wolfkelseweg. Ja, en dan nog voetbalnieuws, want Osama Tanana gaat NEC na 1 seizoen alweer verlaten. De middenvelder maakt de overstap naar Qatar, waar hij gaat spelen voor Salal. De spelmaker gaat zijn handtekening zetten onder een 2-jaar contract daar. Technisch directeur Carlos Albers baalt van het vertrek, maar bedankt hem ook voor het afgelopen seizoen. Ja, nog 24 nachten en dan is het zover de 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. En de 15e editie van het Vierdaagse Onderzoek gaan dan van start. Nijmegen heeft daarmee het grootste wandelsportevenement van de wereld. Maar of het ook zo gezond is, valt te bezien. Je moet halverwege de nacht op, mensen slapen onrustig, mensen eten vaak wat rommeliger, hè. Er wordt langs de kant wat aangeboden, noem maar op. Op de eerste dag van de Vierdaagse van 2006 overlijden 2 wandelaars. Dinsdag zijn 69 wandelaars opgenomen in het ziekenhuis. 2 daarvan zijn overleden. Hierna is de Vierdaagse afgelast. Het duurt 1 jaar voordat het Vierdaagse onderzoek wordt gestart. Een onderzoek dat zich richt op onder andere vochthuishouding, warmte en het hart. Eigenlijk is het zo dat heel veel mensen denken dat wandelen een hele eenvoudige manier van bewegen is en van inspannen is. En dat is eigenlijk ook zo, want iedereen kan het. Je hebt er eigenlijk niks voor nodig, alleen een paar goede schoenen. Je kunt het overal doen, je kunt het altijd doen. En dat maakt wandelen heel erg mooi en heel erg interessant. Maar een vierdaagse wandelen, dus 30, 40 of 50 kilometer per dag en dat 4 dagen achter elkaar, dat vraagt natuurlijk veel meer. Sommige mensen trainen al maanden voordat het startsein luidt. Wilma Ebbe doet dit iets anders. Dit jaar loopt ze haar 45e editie. Maar trainen, dat heeft ze nog niet gedaan. Nee, ja, ik heb vorige week mijn schoen uit de stof gehaald. Ik heb nog geen meter getraind. Ik hoop dat ik nog wel wat kan gaan lopen. Ja, er zijn wel jaren bij dat ik wel wat train hoor. En het is gewoon ook beter om het te doen. Ik zou het iedereen aanraden om voor de Vierdaagse te trainen. Je bent nu al een beetje laat, maar goed, je hebt nog een maandje. Hè? Dus ook al heb je nog niet getraind, dan zou ik zeker zeggen, ga nu nog komende weken een aantal keren 20 kilometer lopen, 25 kilometer lopen of meer. Maar de meeste mensen zijn gelukkig in training. Want het is echt ook voor je gewrichten, je pezen, je aanhechtingen. Het is zo'n zware belasting om die afstand te lopen. En dat ook nog een keer 4 dagen achter elkaar. En wat je niet wil is dat je een half jaar daarna nog last hebt van blessures en ander leed. Ja. Dus trainen en voorbereiden op de Vierdaagse is heel erg belangrijk. Zou ik iedereen adviseren. Honderden mensen hebben al meegedaan aan het onderzoek. Intussen is er al veel meer bekend over wandelen en de effecten op de gezondheid ervan. Naast dat de Vierdaagse heel leerzaam is, blijft het altijd vooral superleuk. Wat heel erg gezond is, is de voorbereiding voor de Vierdaagse. Dus je ziet het ook al maanden, zie je mensen overal wandelen. Dus dat is heel erg gezond. En bovendien zijn er ook heel veel mensen die dan merken in die voorbereiding van hé, dat wandelen is eigenlijk heel leuk. De wateroverlast zoals dit vandaag in Limburg plaatsvond werd ons gelukkig bespaard. Toch viel er vanmiddag genoeg regen en dat zal ook vanavond nog even aanhouden. Vannacht klaart het dan wel weer op. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wordt alles weer goed gemaakt
Het blijft droog en er is een afwisseling van zon en wat wolken. En het wordt morgen zo'n 26 graden. In het weekend loopt de temperatuur weer wat verder op, met maar liefst 31 graden op zondag. Het blijft daarbij overwegend wel droog. Pas in de nacht na maandag krijgen we weer met wat buien te maken. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. Alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. En heb je zelf een nieuwstip voor ons? Mail dan even met de redactie. Redactie@rn7.nl. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Tot dan!